Dankjewel. Dames en heren, dit is Jan Meerendorp uit Den Haag. Energie Kalmelo. Energie Kalmelo is een samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen en bedrijvenverenigingen binnen onze gemeente. Zoek nou eens iemand na de tijd niet op die je al kent, hè, die je al tegenkomt bij Heracles of bij businessclubs of bij een andere zakelijke bijeenkomst. Maar spreek eens iemand aan die je eigenlijk niet van gezicht kent. We hebben allemaal zo'n mooi stickertje gekregen op onze borst waarop staat wie je bent en wat voor bedrijf je vertegenwoordigt. Misschien is dat een mooi aanknopingspunt om elkaar eens aan te spreken. Doe dat vooral, want je weet nooit waar dat toe leidt. Ik ben op dit moment een boek aan het lezen. Dat gaat over de familie Bendien. En ik weet zeker dat een aantal onder u mensen nog kennen die in dat boek voorkomen. En dat boek is ook een bewijs van het feit dat Almelo een hele aparte, bijzondere en energiek Almelo heeft. U geloof ik dat het woord energiek is op Almelo wel van toepassing. Nu, ik ben ook, ik moet me verontschuldigen voor de wijze waarop ik hier sta. U bent dressed to the occasion. Met strontas of in ieder geval met Colbert. Dat is er in mijn geval niet zozeer bij ingeschoten, maar het kwam er even niet van. Maar ik ben hier toch, ik heb wel respect, maar dat lijkt misschien niet uit de kleding, maar ik heb het wel. Je zit in die hele hectiek van de dagelijkse sport en je zit in andere tijden in sport. Dat lijkt mij een soort van twee werelden. In welke wereld zit je eigenlijk het liefst? De luxe wereld van andere tijden sport, waarin je de tijd krijgt zonder de waan van de dag, maar waarin je de tijd krijgt om de dingen echt op de bodem uit te zoeken. Ja, dat is de droom van iedere journalist. Maar het is ook lekker om de waan van de dag te volgen en de adrenaline van de deadline van die... Ja. Helemaal goed. Kan ik jullie vragen om daar jullie plaats weer terug te nemen? Ik ga op zoek naar... Asito Schoonmaakdienst. Maar dat zal zo'n vanzelf wijzen. Een mooi plekje vinden. Als ook de banner natuurlijk en de vlag die hopelijk vol trots aan de persmanweg opgehangen mag worden. Ja, dames en heren, nog het laatste woord inderdaad aan de winnaar.